zitten. Wethouder Rinette Rijnpa maakt vanmiddag een start met het verwijderen van graffiti. Wat vindt u van street art? Als het op eigendommen is, vind ik dat het verboden zou moeten worden. Want mijn deur is toevallig ook helemaal volgekalkt met lelijke graffiti. Door amateurtjes en dat vind ik helemaal niks. Nou, het kan mooi zijn als het op bepaalde plekken gedaan wordt, maar zeg maar zo, als het echt vandalisme is, dan hoeft het voor mij niet. Achteraan, sommige dingen zijn wel mooi en andere dingen zien er niet uit. Ik vind het niet altijd leuk, nee. Soms vind ik het heel erg armoedig en. Maar soms vind ik het ook heel leuk. Oh, dat vind ik prima. Vind ik een mooie manier om kunst weer te geven, eerlijk gezegd. Maar hij niet goed hoor. Wil ik niet. Zo is het beter dan in de natuur. Wil ik niet met een verf of zo, dat niet goed. Of kalk. Als het heel mooi gedaan is, vind ik het wel gaaf. Maar als het gewoon gekalkt is op deuren en zo, vind ik het heel leuk. En zeker als ze het stiekem doen, 's nachts doen, dat vind ik helemaal leuk. Ja, op zich is het wel een beetje. Hoe moet je het zeggen? Vernieling. Ik heb het vroeger zo ook gedaan. Als de bepaalde muren zeg maar, zich verlenen voor graffiti, dan kan het, dat zou ik het wel mee instemmen. Zeg maar. Bij het skatepark is het toevallig een muur die daarvoor geschikt is. Maar ze zouden het ook wel best wel hier ergens in de stad of zo kunnen doen. Op een plek die nog leeg is en waar niks staat. Misschien een heel goed idee. Misschien wel. Dank u wel. Dan.